my 40 cops. Een fantastische avond allemaal en welkom bij deze wedstrijd. Waar u ook bent, ter land, ter zee of in de lucht. Ik kan u alvast meedelen dat het een prima weertje is voor een stevige pot voetbal vanavond. En van achter onze microfoons zijn mijn collega Jeroen Guter hier naast me en ondergetekende Siert de Vos. Deze wedstrijd live van commentaarvoorzien. En vandaag mag u gaan genieten van voetbal uit onze eigen Eredivisie. Dus dat belooft het voor vandaag, hè Jeroen? Het is me genoeg gesierd. En weet je, ik ga ervan uit dat we dat over anderhalf uur nog steeds kunnen zeggen. Want dit belooft een interessante competitiewedstrijd te worden, hoor. Met twee ploegen die doorgaans willen voetballen, willen aanvallen, willen creëren, doelpunten willen maken. Ploeg beginnen. De trainer van deze ploeg maakt er geen geheim van dat hij wil gaan aanvallen. Anders zou je niet voor 4-3-3 zijn gekozen. Dat lijkt me ook niet, nee. Een interessante formatie, dat wel, met een vrij compact middenveld. Vandaag stuurt de coach van Ajax deze elf het veld op. De tactiek die de trainer hier voor ogen heeft met deze aanvallende 4-5-1 variant lijkt me duidelijk. Verdedigen en hopen op een counter. Ja, die indruk krijg ik ook. Probleem is wel dat je bij zo'n uitbraak maar één echte spits hebt. Vanaf de zijlijn probeert de trainer zijn boodschap over te brengen op zijn spelers. Nou, dan waren ze heel dicht bij de voorsprong, hoor. Hij anticipeert goed en onderschept die paas. Hassane Bandé. Ja, hier is een voorzet mogelijk vanaf de vleugel. De ruimte ingestuurd. De eerste zit erin. Dat kon ook bijna niet anders, Jeroen. Ja, en helemaal terecht, hoor. De tegenstander is onder de voet gelopen. Dit doelpunt kon niet uitblijven. Nou, dit is dan toch wel een opmerkelijke treffer. Hè? Ja. Die steekpaas, die is briljant. Daar is helemaal niets mis mee. Goed gezien, mooi uitgevoerd. Hoge steekpaas. Dan is het weer weg. Taliafico verovert balbezit. Kans hier. De keeper krijgt zijn vingertoppen. En kijk eens hoe goed ze dat deden. Dat vroeg druk zetten. Koekoek, doelpunt. Prachtig, hoor. Ze veroveren de bal op de helft van de tegenstander en slaan daarna onmiddellijk toe. Alle ogen zijn nu gericht op de doelman en ik begrijp dat wel, hoor. Want moet je nou toch kijken hoe de bal uiteindelijk weer... Hij zorgt dat de paas niet aankomt. Bal naar de tegenstander. Een kans om te scoren. Daar is dan toch het gevaar. Ja, wat een knap doelpunt is dat. Ja, wat moet je hier nou op zeggen, Siert? Kijk nou toch. Hoe abominabel die paas is. Alsof hij aan andere dingen aan het denken is. Alsof hij om zich heen staat te kijken. Het is gewoon niet te geloven. Wat maakt hier een slechte beurt? Grote tevredenheid hier bij de coach. Ja, hij ziet zijn ploeg de lakens uitdelen op het veld. En zie het, dat bevalt hem wel. Hassane Bandé. Een steekpaas in de ruimte. Die staat meestal voor Wubbel Okkels. Met een geplaatst schot heel fraai langs de doel.
Bij dit doelpunt gaat een heleboel goed en toch ook een heleboel niet goed. Eerst maar eens die Pasha, die is perfect. Helemaal op maat. Hij was er opeens vandoor en de verdediging had niet echt een antwoord. Het gaat om die individuele actie, heel mooi. En dat bekroont hij dan met een doelpunt. We trappen af met 4-0. Het krachtsverschil is duidelijk. De bezoekers maken korte metten met de thuisploeg hier. Tot ontsteltenis van de fans in het stadion. Ja, maar het spel van hun ploeg is dan ook niet om aan te zien. Het speelt een hoge steekbal. Hij anticipeert goed en onderschept die paas. Hassane Bandé. Hij werkt hem weg. Dit kan maar eens een kans opleveren. En dat is nummer 3. Nu zet hij gewoon een hat-trick op zijn naam. Goed uitgespeeld natuurlijk, met een ragfijne voorzet en vervolgens maakt hij het knap af. Knikt de bal met voldoende kracht langs de doelman, die krijgt er geen vinger meer achter. De trainer is uiterst tevreden over wat hij tot dusver heeft gezien van zijn ploeg. Ze zijn herenmeester op het veld. Makkelijk voor die doelman. Klaas-Jan Huntelaar. Oh, wat een kans! Ja. De goal van Ajax. En Pieter zet er een punt achter. Zegen voor de Amsterdammers. Nou, eigenlijk was er geen vuiltje aan de lucht vandaag. Een makkelijke wedstrijd. Verdiend gewonnen. Drie punten nog. Dat is wat ze nodig hebben. Om na deze groepsfase door te mogen bekeren in dit toernooi. Welkom, beste kijkers. De weergoden zijn alvast gunstig gezind. Nu de voetbalgoden nog. Luister naar Siert de Vos, dat ben ik. En naast me zit collega Jeroen Guter. Wij zijn de commentatoren van vandaag. We gaan kijken naar een wedstrijd in de groepsfase van de UEFA Champions League. Het is Atalanta dat het gaat opnemen tegen Ajax. Hé, Siert, weet je wat het is bij deze groepsfases? Je moet de punten blijven pakken. Anders is het toernooi afgelopen voordat je het in de gaten hebt. En dat zou er wel eens toe kunnen leiden vandaag dat het een sprankelende wedstrijd gaat worden. We kennen de speelstijl van het team maar al te goed. De tegenstander vroeg onder druk zetten. En daar wachten ze dus niet mee tot de bal dicht bij het eigen doel komt. Nee. Het gebeurt juist over het hele veld. De aanvallers gaan al storen bij de opbouw van de tegenstander. Noord en Ajax in Nederland de grootste supporterscharen hebben. Ja, en buiten Nederland is Ajax natuurlijk de beroemdste club uit ons land. Mede door de Europese successen en de beroemde spelers. Zoals bijvoorbeeld Johan Cruijff, Marco van Basten.
Vandaag stuurt de coach van Ajax deze elf het veld. Niet verliezen, dat is de boodschap die deze spelers meekrijgen van hun trainer vandaag, denk ik toch? Ja, zie het absoluut. Vooral goed verdedigen, geen ruimtes open laten, niets weggeven. Tja, daar is deze 4-5-1 natuurlijk geknipt voor. En we zijn begonnen aan dit avontuur in de groepsfase van de Champions League. Hij zorgt dat de paas niet aankomt. Enis Bardi. Hij kan mooi doorstomen daar. Luis Muriel. Een schot voor de voorsprong. En met die actie maken ze het eerste doelpunt van vandaag. Wat een grandioze actie van die doelman. Manuel Akanji. Luis Muriel. De paas gaat naar Gomez. Lekker hoor, dat steekballetje naar Gomez. Ja, koekoek! De tech. Die bal was natuurlijk niet bedoeld voor Blind. Maar hij kan nu wel overnemen. Die bal is een makkie voor de keeper. Ze krijgen 1 minuut blessuretijd. Manuel Akanji in de problemen daar. Teruggelegd op een teamgenoot. Bal blijft binnen naar die redding. En kijk eens hoe goed ze dat deden. Dat vroeg druk zetten. Koekoek, haha, doelpunt. Ha, prachtig hoor. Ze veroveren de bal op de helft van de tegenstander. En slaan daarna onmiddellijk toe. Beide trainers gebruiken dit moment om te wisselen. Nou, eens kijken of dat ook wat aan het wedstrijdbeeld gaat veranderen. De doelman stopt het gevaar. Alvarez, Hassane Bandé, de ruimte ingestuurd. En hij maakt hem, koek koek, ze staan weer gelijk. Laten we nog eens kijken, Siert, want dit is een doelpunt waar ik in ieder geval geen genoeg van krijg. Eerst die gevaarlijke... De bal afgezet. Hij speelt hem slim. En hij kan doorstomen. Hassane Bandé. Ja, doelpunt. Heel knap hoe ze deze wedstrijd hebben gekeerd. Wat een comeback. Dit is nog eens toeslaan vanuit de tegenaanval. Een mes scherpe counter. Wat een mooie actie zeg van die speler. Hij kreeg bij een simpele redding van Onana. Die achterstand kan nog weggewerkt worden. En ze gaan het nog een keer proberen hoor. Nou, wat kan hij hiermee? Martin de Roo. Juan Zapata. Moet het doelpunt worden? Raak. Gelijkmaker. Zo laat in de wedstrijd. Het laatste fluitje van de scheidsrechter klinkt. Deze groepswedstrijd eindigt in een gelijkspel. Volgens mij hebben we gekeken naar een fijne wedstrijd, zie je het? Een terechte puntendeling als je het mij vraagt. Dat gelijkspel was dan niet spectaculair, maar hij was echt op dreef vandaag. Geweldig om te zien. Ja, een uitstekende wedstrijd van hem met 2 doelpunten, maar het was uiteindelijk niet genoeg voor de overwinning. Het blijft bij een gelijkspel.